Hallo, we staan hier in Berg voor de Ruïnekerk. Ik ben Alba. Ik ben Idris. Wij gaan vandaag mensen interviewen. En we hebben een stelling. Een politicus mag best af en toe liegen. En vindt u dat ook? Nee, dat vind ik niet. Oei. Ja, dat vind ik eigenlijk wel, ja. Nee, vind ik niet. Ben je mal? Absoluut niet. Je moet altijd de waarheid spreken. Ja, dat is menselijk. Als u zelf politicus was en er kwam een dreiging van een aanslag, zou u dat gelijk aan het volk vertellen? Niet direct, maar dan zou ik in het een omweg hetzelfde vertellen als wat ik anders rechtstreeks tegen degene zou vertellen aan wie het moet. Oh ja, nee, ja, dan zou ik misschien wel, nou ja, niet liegen, maar ik weet niet of ik het meteen zou vertellen, maar dat vind ik nog niet liegen. Maar wat zou u zelf doen als u zelf politicus was? Niet liegen. Eerlijk zijn, transparant zijn, open zijn. Dat zou ik althans proberen. Nou ja, zou ik misschien ook niet altijd helemaal de waarheid spreken. Ja, niet iedereen zegt altijd precies wat hij denkt. Je draait er ook wel eens een beetje omheen. Dus. Een politicus mag best af en toe liegen. Vindt u dat ook? Nou, dat doen ze alleen maar. Want ze doen alles voor eigen belang, dus dat mag eigenlijk wel iets minder. Nou, we staan dus hier nu. We zijn klaar met interviewen. De meesten vonden dat politici niet mocht liegen. Maar we hebben hier ook een paar gehad die vonden dat het wel kon. Toch, Idris? Ja, 2. Dit moet er wel in, hè? Een politicus mag best af en toe liegen. Vindt u dat ook? Ben je al aan het filmen? Waarom niet?